Wat zijn poeren? Dit is dus een poer. En op de poer ligt een omslagbalk. Dat is een balk om de balklaag boven te versterken. En dan hebben ze een houten keg gebruikt. En die houten keg die is helemaal verweerd door optrekkend vocht. Uiteindelijk, niet alleen verweerd, maar helemaal opgegeten door houtworm. Uiteindelijk zal het vochttransport zich verplaatsen naar de houten onderslagbalk. En op deze manier raakt ook weer de houten onderslagbalk aangetast. Het is dus belangrijk als een onderslagbalk op een poer staat, dat er geen vochttransport kan plaatsvinden. Een stukje lood eronder of plastic keggen, zodat er geen contact is tussen de vochtige poer en de onderslagbalk. Dan doe je het op de goede manier.